Weet u iets van het kerstverhaal? Ook wel weinig. Het kerstverhaal? Nee. Kerstverhaal? Oh, daar weet ik niks van. Ik ook niet, want ik ben niet gelovig opgevoed. Is iemand geboren? Kunt u ons vertellen wie dat was? Ja, kindje Jezus, denk ik. Weet u waar die geboren is? In Bethlehem, weet ik wel. In de stal dus. Er zal wel ezels geweest zijn en er zal wel pluimvee hebben rondgelopen hebben. Ja, inderdaad, ja. Dieren misschien nog? Herten. Rendieren. Ja. Uiteraard waren er ook mensen die het niet over pluimvee en rendieren hadden, maar die heel goed wisten wat er gebeurde nadat de engel Gabriel Maria vertelde dat ze een baby kreeg. Toen werd ze op een ezel gezet en dan gingen ze naar Bethlehem en daar beviel ze. Nou ja, de geboorte van baby Jezus, zeg maar. Ja, wat gebeurde er? Jezus werd geboren en de wijzen kwamen naar het oosten en het was voorbestemd. Mira, goud en mirre namen ze mee. Hoe wisten de wijzen dat het kindje geboren was? Er was een ster. De herders kwamen kijken. Op een gegeven moment kwamen er drie koningen uit het Verre Oosten. En een engel. Balthasar, Melchior en nog eentje. Waar lag het kindje in? In de kribbe, hè? Nou, de maagd Maria, hè. Onbevlekte ontvangenis. Wat natuurlijk al een fabeltje is, want dat kan natuurlijk nooit.